Yo, VacoGamers, Lars hier en welkom terug bij meer Spoor hier op VacoGames. Hey jongens, we zijn nog steeds in het dorp van de Wobbelbobbel, waar het eigenlijk hartstikke lekker gaat. We zijn vriendjes met bijna iedereen, behalve met het groene dorp en met het blauwe dorp. Want die vinden ons niet aardig op een of andere manier. Ik snap niet waarom. De andere dorpen vinden ons super tof, want we maken de hele tijd muziek voor ze met onze didgeridoos en met onze andere houten fluitdingen of zoiets. Dus we zijn hele goede matties met ze. We hebben hier de roze totem en de bruine totem. En ik wil eigenlijk daar binnenkort een groene of een blauwe aan toevoegen. En misschien dat het gaat lukken om gewoon vriendjes met ze te worden. Want we kunnen wel echt constant oorlog met ze hebben, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is mijn bedoeling om vriendjes met ze te zijn. Om gewoon een beetje relaxed te worden. Want de vorige keer waren de Wobbelbobbels natuurlijk vrij agressief. Maar dat hoeven ze helemaal niet altijd te zijn. Kijk, want als ik hier naartoe ga, dan zie ik dat het best wel link is hier. Kijk, zij mogen mij echt totaal niet. Maar ze zijn wel heel erg sterk. Dat is een beetje mijn probleem. Dus, wat gaan we eraan doen? Wat is hier trouwens? Er is hier ook nog iets. Wat is dit dan? Bijldragers. Waar komen die dan vandaan? Uit het groene dorp? Nee, toch. Komen die helemaal hier vandaan? Zo ja, dan zijn het echt ontiegelijk harde loopbazen. Oh, het bruine dorp biedt je een geschenk. Ah, dat vind ik dan weer fijn. Maar waar is het bruine dorp? Dit is het groene dorp? Nou, lijkt me toch. Oké, bruine dorp, kom maar weer met een cadeautje dan. Ik vind ze zo aardig, die bruine. Ik weet niet waarom. Ze komen mij altijd cadeautjes brengen. Ik vind dat gezellig. Waar zijn de Wobbelbobbels trouwens? Ze zijn helemaal niet hier om het cadeautje in ontvangst te nemen. Waar zijn we met z'n allen? Kom terug, jongens. Dank u. Kom maar halen. Kom. Nee, hey, pak op. Jij? Niet didgeridoo spelen, maar pak op. Hotza. Oké. Jij legt eten daar neer. Please. Kom, tempo. Oké, eten daar. Graag. Daar zo. Of daarnaast vind ik ook goed als het maar een beetje in dezelfde hoek ligt. Hoppakee, dank u. 9e. Oh, ze willen didgeridoo's. Ja, maar die kan ik nou niet spelen. We zijn niet aan het optreden. Dat is niet de bedoeling. We gaan met deze hut trouwens. De vorige keer hadden we die hut redelijk aangepakt. Oh, die is bijna weer heel. Ze hebben de hut weer gerepareerd, dat is best wel balen. Maar kunnen we hen niet gebruiken om te helpen met aanvallen? Dat gaan we eventjes opzoeken met de haven. Help. Help! Welkom in de stamfase. Oké, nice. Stamplanner. Elke stam die je verovert of waarmee je een bondgenootschap sluit. Ja, dat is leuk. Stamdorp. Ja, weet je, het enige wat ik wil is dat zij mij komen helpen met het vernietigen van die gast hier. Ja, niet met hem dan, want hem kunnen we wel aan. Maar jullie zijn best wel cool met z'n allen en ik wil gewoon eigenlijk dit dorp slopen. Basically, daar komt de feit op neer. Maar ze zijn met veel te veel. Cyaanblauwe dorp. Stam, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Zullen we het gewoon nog een keer proberen? We hebben het de vorige keer wel gered. Weet je wat, we gaan met z'n allen... Nee, niet een visspeer. We hadden toch een andere, of niet? We hadden toch andere speren, man. Waar zijn ze? Hier, wapens. Die hadden we de vorige keer. Die. Werpsperen. Die wil ik hebben. Hoppakee. Oké, jongens. Pak allemaal een speer. Allemaal een speer. Behalve hij dan, want hij heeft zijn stok natuurlijk al. Hij heeft geen speer nodig. Hij heeft een stok. Oké, heeft iedereen een speer? Je hebt nog een fluit. Daar kan je geen dingen mee in de hand steken, jongen. Oké, iedereen een speer. Heel goed, iedereen eten. Wat is met jou aan de hand? Hij gaat bijna dood. Nou, ga dan eten, knijert. Daar ligt eten. Waar ben je? Juist, jij heeft honger. Ja, dat snap ik. Ga dan eten. Daar. Het roze dorp op de stoep. Nou, jullie hebben honger. Waarom ga je dan niet gewoon eten, snugger? Jongen. Oh, hier. Hi. Gezellig. Die anderen komen met een optocht. Waarom komen deze niet met een optocht? Ik wil ook een roze optocht. Waarom doen jullie dat niet? Oh, jawel. Toch wel.
Ah, jongens, we hebben allemaal een speer. Zet me neer. Dank u. Hoppakee, doei. Gooi er maar bij. Iedereen heeft gegeten. Iedereen is geheeld. Oeh, 10, dank u. Oké, stam. Allemaal daar naartoe. Allemaal erop af. En dan gaan we. We moeten ze één voor één te pakken zien te krijgen. Dat is het belangrijkste. Oké, wat gaan we doen? We gaan hier naartoe. Zo, en dan gaan we vanaf een afstandje gaan we speren tegen die hut aangooien. Kijk of het werkt. Daar komen we weer hoor. Complete leger ondertussen onderweg. Het zou fijn zijn als een van die beesten apart ging. Gooien! Oké, er komt een stamhoofd. Met z'n allen tegen het stamhoofd, jongens. Hou dit eens hier. Nou, niet met z'n allen tegen mij. Dat vind ik oneerlijk. Doe eens niet. Waarom zijn die beesten zoveel sterker? Ondertussen komen ook beesten mijn eten jatten. Niet tof. Ah, we laten jullie niet achter, maat. Kom terug. Jullie slopen mijn vriend. Dacht het even niet, maat. Met z'n allen op hem. Gooi met die speren. Hoppa. En de volgende. Kijk, zo moeten we ze hebben. We moeten ze op een afstandje houden. Hop. Als we er eentje uit kunnen krijgen. Bijvoorbeeld jou. Jij gaat voorop. Ja, kom maar, kom maar, ja. En dan gaat de rest erachteraan. En jij gaat ze uitdagen. Nee, niet jullie. Jij. Ik moet er eentje apart hebben. Hop. Oké, kom maar hier. Kom dan. Hij komt niet. Man of Kees, kom nou. Wee! Ze komen steeds maar tot de grens van hun dorpje. Verder komen ze niet. Ik wil trouwens naar links. Kan dat, please? Ja, oké. Met z'n allen op hem. Hop, dat is er weer eentje minder. Kijk, zo gaat het goed. Met z'n allen op hem. Hij staat alleen. Oké, aanvallers gesignaleerd. Ik weet het. Niet belangrijk. Hey, blijf van mijn stamhoofd af. Ze gooien op mijn stamhoofd. Niet tof. Loop door, stamhoofd. Daar gaat mijn stamhoofd. Nou. Oké, jullie met z'n allen. Op hem. En nu met hem op hun stamhoofd. Nee, eerst op hem, fakkeldrager. Ja, oké. Okay. En nu met z'n allen op hem. We worden aangevallen. Ik weet het, maar ik kan er niks aan doen. Gooi hem. Nu op hem. Fakkeldrager touch. Zo moeten we dit dus doen. We moeten ze gewoon allemaal apart zien te krijgen. En dan met een groep aanvallen. Dat werkte vroeger ook al zo goed. Jonkies, die zullen niet zo gevaarlijk zijn, toch? Arm jonkie. Met z'n allen op dat ding. Wat een lelijk gebouw. Kijk, dit gaat goed zo. En de jonkies die kunnen nooit op tijd aanvallen. Dat lukt ze nooit. En als er eentje groot is, dan pakken we er meteen de volgende. Oh, er is er al eentje groot. Maar die heeft nog geen wapens, dus dat is niet erg. Gooi je. Ja, dat gaat vrij vlot zo. Nog eentje. Hop, en de volgende. Miri, je gaat eraan, vriend. We zijn echt met z'n zes of met z'n zevenen tegen één. Oké, verder met het gebouw slopen. Dat is die. Hey, wat denk je zelf, maat? Lias, ik denk het niet. Draai eens om.
Come on! Dood. Mooi. Pak het hoofdding. Het hoofdgebouw. Daar komen ze uit te slotten. Dus als dit kapot is, is er niks aan de hand. We zijn al met z'n zessen, dus dat moet makkelijk lukken. Ondertussen is er iemand mijn hele dorp aan het plunderen. I really don't give a shit. I should give a shit. De hele stam wordt aangevallen. Nou ja, ze zoeken het maar uit. Ik ben ondertussen heel druk bezig hier en het gaat eindelijk goed. Dus weet je wat? Jij mag terug naar huis. Ga maar helpen met verdedigen. Oké, en weer terug naar hen. Kijk, daar gaat het blauwe dorp, jongens. Het gaat eraan. We gaan winnen dit. Zo zie je, je moet gewoon een soort van tactiek hebben en dan kan je winnen. Niet anders. Oh yeah. Wat wilden ze nou, hè, die blauwe? Wat wilden ze nou? Kom maar op met dat ding. Eerlijk veroverd. Hartstikke idee. Je hebt het Siaanblauwe dorp vernietigd. Een derde stuk siert de totempaal van je stam. Het gereedschap en de outfits van de verslagen stam zijn nu beschikbaar in je stamplanner. Heel erg goed. Oeh. We zijn weer groter. Oh, wat een mooie hut zeg. Echt schitterend. Schitterend, schitterend. Wat krijgen we nou weer voor mooi ding? Oh, het dorp wordt groter natuurlijk. Ziet er goed uit. Je stam blijft zich ontwikkelen en je hut is weer opgewaardeerd. En je kunt nu je stam laten groeien tot het maximale aantal van 12 stamleden. Nice. Oké, jongens, met z'n allen terug naar huis. Want er staat hier een groene gozer tegen onze hek aan te schoppen. Niet tof. Niet relaxed. Oké, de blauwe zijn dood. We kunnen wel... Oeh, er is ook een lavendeldorp. Als we daar matties mee kunnen worden de volgende keer... Dan kunnen we naar de volgende fase waarschijnlijk al. Want dan zitten we alweer hier. We moeten nog 2 fases hebben. Wat de frick denkt die gozer nou eigenlijk zelf, hè? Maar hoe ver zijn ze eigenlijk, die groene? Dat zijn 6. Ja, ik ben op dit moment ook niet echt tegen ze opgewassen. Want ik heb nu te weinig stamleden. Dus iedereen moet terug. En we moeten eventjes de buren afslachten weer. Want we hebben te weinig eten. Dus go! We hebben meer stamleden nodig, dat betekent ook meer eten. Alpha aapmonster. Vangen! Onze speer is heel lekker. Jonkie aapmonster doet dood. En gewoon aapmonster doet dood. Hop, jij dood. Nog een aapmonster. Oké, go. Iedereen heeft honger, ja, dat snap ik. Oeh, het bruine dorpje een geschenk. Nou, oké, mooi. Jij gaat terug naar huis zo meteen. Kunnen we ondertussen ook even het geschenk van het bruine dorp aannemen. Die zullen ongetwijfeld weer wat leuks hebben. Hey, het stamhoofd is er terug. Mooi man. Komt de optocht er al aan? Het blijft zo vrolijk in deze game. Ik vind het echt briljant. Ondertussen zijn we lijken aan het verslepen naar huis. Oké, stamhoofd. Kom op, we gaan even een geschenk aannemen. Ah, dankjewel. Wordt gewaardeerd, echt waar. Geef het groene dorp een geschenk. Waarom zou ik het in godesnaam doen? Het groene dorp krijgt zo meteen een geschenk van een speer in zijn hoofd. Dat is mijn geschenk voor het groene dorp. 47 health. Ik moet even wat nieuwe baby's erbij. Hoppakee, poep een ei naar buiten. Dank u. Nog een ei, graag. Annen is geboren. Ah, welkom op de wereld, Annen. Let's go. Een wild wezen temmen. Ik dacht het niet. Een wild wezen killen. Dat is wat we doen. Hop, vangen. Flop, dood. Mooi. En opeten die zooi. Nu nog. Jou. Ah, en nog één. Kom. Dank u. Kijk, we hebben eten nodig.
Dus jij gaat ook eventjes het jonkie-aapmonster aanvallen. Dan kunnen we die ook opvreten. Hop, dat ging snel. Oh, Els is geboren. Els. Komt er echt serieus maar één ding met eten van zo'n beest af? Oh nee, twee. Twee eten. Nou, het is niet veel, maar het is iets. Het is meer dan dat we hadden. Dus wat ben jij nou aan het doen? Oh, ze zijn heel wat rondjes aan het rennen. Oh, wat schattig. Hoe cute. Onze totempaal wordt echt steeds groter. Ik ben er echt helemaal blij mee. Hij gaat goed. Oh. Hij gaat goed. Hij gaat... Annen is volwassen. Dat ging vlot. Dat ging vlot. We moeten meer eten hebben, jongens. Dus waar gaan we dat halen? Hier. Bij de Chibula. Stam, grijp de Chibula. Met z'n allen. Drop af. Het roze dorpje een geschenk. Oh, dan kan het stamhoofd mooi hier blijven. Om het geschenk van de roze in ontvangst te nemen. En hier is ook nog mee eten. De Janiep. Ook een buurman, maar buurman is bij ons eten. Oetaka, pisaka, pisa. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ah, daar komen ze weer. Ta-da-da-da. Dank u. Kom maar op. Dank je. Wordt gewaardeerd. Oké, 30. Stam. Dump even en kom dan de Janiep aanvallen. Maar dat is lekker dichtbij, dus dat betekent een goede voorraad aan vlees. Wat hebben die gasten nou op jonkiesje? Dood. 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 En opeten. Dat is wat een wobbelwobbel doet, hè. Opeten. Alles opeten. Wat hij ook tegenkomt, maakt hem niet uit. Gewoon in zijn mond stoppen en opvreten. Niet moeilijk overdoen. Jij gaat daar weghalen. Jij gaat daar eten halen. Kijk, 45. Dat is heel goed. Maar dat betekent dus dat we de volgende keer... die energie uit dat eten gaan gebruiken. Waarschijnlijk om het groene dorp aan te vallen. Want we zijn nu echt op de maximale sterkte van 12. En dat groene dorp is eigenlijk wel heel erg leuk om te hebben. Omdat ze mij al een paar keer aangevallen hebben. En ik wil gewoon eigenlijk wraak nemen. Basically, daar komt de feit op neer. Hey, misschien is het niet zo slim om tussen je overwinnaars te gaan blijven staan. Hop, doe dood. Ah, als hij net volwassen had, hij net dood. Dat is balen. Maar ja, we hebben eten nodig. En Vaco Gamers, weet je waar een wobbelbobbel ook heel erg van houdt? Dat zijn namelijk van likes op video's. Dus knal eventjes een like op deze video. Is de wobbelbobbel tevreden en ben ik tevreden? En dan zien we natuurlijk elkaar morgen weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Spoor hier op Vaco Games. En dan gaan we proberen om het groene dorp te veroveren. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!